Hallo, welkom bij een nieuwe video en we gaan meteen gewoon met iets leuks beginnen. Want ik heb zojuist een pakketje binnengekregen en het leek me leuk om die te openen op camera, aangezien er DIY-spulletjes in zitten. Het is een pakketje van Paper District en ik heb de doos al geopend, want ik heb het net op Instagram al laten zien. Maar ik zou het nog wat uitgebreider laten zien, dus dat ga ik nu doen. Allereerst, het zit altijd heel erg leuk ingepakt. Pakketjes van Paper District met vrolijk inktpapier en ook altijd bubble wrap. Dus je weet zeker dat je pakket goed aankomt. En overal zat confetti. Altijd heel vrolijk. Wat zat er nou allemaal precies in? Een heel mooi papierblok met heel veel verschillende printjes. En deze moet ik even openmaken, want deze zit altijd met zo'n plakkertje dicht. Dus je kan alleen de hoekjes zien. Die maak ik zo even open. Ook zaten er hele leuke washi tapejes in. Allemaal heel herfstig. Is toch mega leuk met dat uiltje en die paddenstoelen, pompoenen. En het onderste tapeje met al die blaadjes. Ik zal het zo meteen ook nog even op papier plakken, dan kun je het nog wel beter zien. Maar echt heel erg leuk. En dan nog twee herfstige tapejes. En dit zijn een soort heksenvoetjes, leuk voor Halloween. En allemaal regelaarsjes. Nou, die kunnen we volgens mij allemaal wel gebruiken in de herfst. Hier is een zakje met die-cuts. En volgens mij passen die wel in de stijl van het papierblok. Want het is allebei van Echo Park of Eco Park. Ik weet nooit helemaal zeker hoe je het uitspreekt. Ik denk Echo Park. En achterop kun je dus zien wat hierin zit. Echt ook weer heel veel leuke, zowel met tekst als gewoon met een plaatje. En ook een aantal die je als gift tag kunt gebruiken, zoals dat vosje daarbovenin. Ik heb inmiddels het plakkertje eraf gehaald, dus we gaan ook even door het papierblok heen. En het toffe aan dit papierblok is dat aan beide kanten een print zit. Dus je kunt heel makkelijk al een leuke sneeuwmail of een leuk kaartje hiermee maken. Want als je een dubbelvouwt, heb je al meteen een leuke binnenkant en een leuke buitenkant. En het zijn ook weer heel veel verschillende dingen, zoals patronen, maar ook ruitjes. Wel echt in die herfstige tinten. Maar ook dingen met tekst. Dus dit zou je ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde teksten uit te knippen. Zoals Fall, Sweet Fall. Of Autumn Blessings. Of Hello. De achterkant hiervan heeft wat meer een soort textuur. En ook deze pompoenen, die zijn gewoon heel erg leuk om uit te knippen. En dan in een sneeuwmeel te plakken. Aan de achterkant hebben we streepjes. En hier weer een heel leuk printje. Oh, deze vind ik echt heel erg tof met al die lieve diertjes. Eekhoorntjes, vosjes, wasbeertjes. Heel leuk. De achterkant is weer een ruitje. En hier hebben we een aantal herfstige blaadjes. Ook met een ruitje erin. Deze achterkant is gewoon oranje. Nog een aantal bladeren. Appeltjes. Ook heel erg leuk. Oh, dit bloemenpatroon vind ik ook wel heel erg leuk. Herfstige tinten, maar ook wel fris. Met dat blauwe doorheen. En diezelfde kleur blauw zie je weer terug op de achterkant. Met een bladerpatroon erop. Hier allemaal uiltjes. Die zijn ook echt heel erg lief. En ook hier weer een blaadjespatroon. En deze lijkt gewoon oranje. Maar er zit een patroon in als je goed kijkt. Ik hoop dat je het op camera wat kunt zien. Zie je dat? Echt een heel licht patroon van allerlei bladeren. En op de achterkant is hij gewoon egaal oranje. En dit soort bladzijden vind ik ook altijd heel erg leuk in dit soort blokjes. Want hier kun je eigenlijk een soort mini kaarten van maken. Deze kun je allemaal gewoon uitknippen. Die zou je nog weer in tweeën kunnen verdelen. Dan heb je een soort tags. Deze vind ik wel echt heel erg lief met dat hegeltje. Fall is in the air. Thankful and blessed. Give thanks. Beautiful autumn. Dus dan heb je meteen hele leuke mini kaartjes die je meteen weer goed kunt combineren met andere papiertjes uit zo'n blok. En op de achterkant zien we weer bloemen. En dan zien we hier nog een aantal mini kaartjes. Alleen deze zijn vierkant. Weer met dat leuke vosje en die wasbeer. Oh, die pick-up truck vind ik ook heel erg leuk met die pompoenen. Oh, echt heel tof. Ja, ik vind dat zelf gewoon heel handig dat je dat zo kunt uitknippen. En hier hebben we weer een ruitje. En vanaf deze bladzijde is het volgens mij alles nog een keer herhaald. Ga doorheen. Ja, precies. Dat hebben we net gezien. Dus je hebt zeg maar twee keer wat je net hebt gezien in zo'n blokje. En dat is eigenlijk altijd zo met dit soort blokjes van
Echo Park. Dan gaan we verder met deze grote papierblokken in de doos. Allereerst deze met bomen. Deze vind ik ook wel heel erg mooi. En hier zit ook een lichte structuur op. Alsof het aquarelpapier is of zo. Aan deze kant heb je bomen en aan de achterkant een groene ruit. Dan heb je hier... Oh ja, dit is ook wel leuk. Als je dit uitknipt heb je eigenlijk een gewoon formaat kaartjes. A light breeze, colorful leaves, it must be autumn. Pumpkin farm, oh deze is ook leuk. Het huisje. Hello, beautiful, gorgeous fall. Fall break and autumn days are here again. Wel een leuke tekenstijl ook. En op de achterkant zie je allemaal van die kransen. Het volgende vel papier heeft een mooi bladerpatroon. En het leuke vind ik altijd dat aan de onderkant van die vellen, er zit vaak nog een randje van een ander patroon. En die knip ik ook heel vaak gewoon uit om op een sneeuwmeel te plakken. En volgens mij is dit dat patroon wat we net zagen op de achterkant. Dan hebben we nog een typerend herfstig patroon, ook qua kleur. En op de achterkant zie je allerlei mooie herfstige bladeren. En ook hier zit dat randje dus weer met wat er op de achterkant zit. Maar die kan je dus heel leuk gebruiken in je sneeuwmeel of in je bullet journal. Waar je het ook maar wil gebruiken. Deze ga ik denk ik binnenkort gebruiken in een sneeuwmeel. Dus vind ik wel heel tof. En dan hebben we ook nog een aantal Halloween spullen. En volgens mij heb ik nog nooit eerder Halloween DIY spullen gehad. Of ik vergis me nu echt heel erg. Maar volgens mij nog niet. En komende zondag wil ik dus in Sneeuwmeel Sunday aan de slag gaan met Halloween. Dit is niet gewoon een papierblok, maar dit is een stickervel. Ik leg hem even hier neer. Dan gaan we gewoon alles even bij langs. Eigenlijk heel typerende Halloween dingen. Zoals pompoenen, spinnen, heksen, snoepgoed, trick or treat. Er zijn al wat leuke dingen bij. Ik vind dat heksen mijn fruit echt heel erg leuk. En volgens mij is het vrij stevig stickerpapier, zeg maar. Ja, dit vind ik wel heel prettig. Ik heb al eerder van dit merk stickers gehad. En het is gewoon heel stevig, heel mooi. Als je het opplakt, zit het ook gewoon goed. En zoiets kost wel meer dan een stickerboekje van de Action. Maar ik vind het ook kwalitatief gewoon echt wel beter. Heel leuk. Ook wel leuk dat paarse erbij. Dat vind ik ook wel typerend. Ook al verwacht je vooral oranje. Ik vind het een leuke accentkleur. En dan hebben we hier nog een stickervel. En dit is toch wel weer een beetje anders. Ook heel erg leuk, maar een andere tekenstijl. Spooky. Dit vind ik ook wel heel leuk. En die voetjes die passen dan weer heel goed bij die ene washi tape die ik je eerder al liet zien. Deze. Katten, altijd leuk natuurlijk. Eat, drink and be spooky. Oké, deze sticker vond ik stiekem wel heel grappig. For rent. Very small, one bedroom. Neighbors are dead quiet. Ik moet zeggen, ik vier eigenlijk nooit echt Halloween. Ik doe daar nooit per se iets mee. Maar iemand gaf ook aan dat het leuk zou zijn om een Halloween sneeuwmeel terug te zien in Sneeuwmeel Sunday. Dus dat lijkt me toch wel heel erg leuk om daar mee aan de slag te gaan. En dan ligt hier nog een collectie. En volgens mij is dit een reiscollectie als ik het zo zie. Want ik zie een vliegtuig, auto, allemaal koffers. Nou, dan gaan we dit ook gewoon nog even bij langs. Allereerst hebben we hier weer die-cuts. Leuke plaatjes om op te plakken. Kijk, hier achterop zie je dus welke het zijn. Sorry als mijn stem een beetje raar klinkt, maar ik ben nogal wat verkouden. Dus ik hoop niet dat het heel vervelend is om naar te luisteren. Hier zitten ook weer een aantal hele leuke in. Heel tof. En dan hebben we hier weer een mooi papierblok. Die moet ik zo even openmaken, want ook deze zit mooi dichtgeplakt. Met een plakkertje daar. Dus die laat ik je zo even zien. En dan hebben we hier nog een stickervel, ook in dat reisthema. Leuk, het is ook weer een combinatie van tekstjes en afbeeldingen. Zoals zo'n koffer, of stapel koffers, scooter. Oeh, deze globe vind ik heel erg leuk. Ik hou ook heel erg van die snow globes. De HEMA had er ooit een met een robot en ik heb nog steeds spijt dat ik die niet heb gekocht. Nu zijn ze er niet meer, helaas. Heel tof. Ik denk dat ik deze stickers in reisthema, ja die kan je natuurlijk ook leuk in een sneeuwmeel gebruiken. Maar ik ga ze denk ik in mijn travel journal gebruiken. En ook daar zal ik binnenkort een video over maken. Leuke stewardess daar. En een lijst met bestemmingen. Ja, heel erg tof.
ga ik nu nog even het papierblokje erbij pakken. Het is het Pack Your Bags Paper Pad van Cartabella. Het is een ander merk dan het papierblok wat ik net liet zien. Maar het is wel hetzelfde formaat. Hier heb je al een beetje een preview wat erin voorkomt. We gaan het natuurlijk even velletje voor velletje bij langs. Oeh, dit kofferpatroon vind ik heel erg leuk voor in mijn travel journal. De achterkant is blauw met een heel licht patroontje erin. Een soort zigzag. Mooi donkerblauw. Away we go. Met hier een soort GPS symbooltje. Deze vind ik echt heel erg leuk. Allemaal lama's of alpaca's met koffertjes. En op de achterkant strepen. Dan hebben we hier allemaal een soort van tags met bestemmingen. En ook dit zou je weer heel leuk uit kunnen knippen. En als een soort vlaggenlijntje opplakken of zo. En op de achterkant allemaal vliegtuigjes die kriskras door elkaar vliegen. Hier zien we een roze patroon. Met een stukje wereldkaart op de achterkant. Dit vind ik dan weer een hele leuke basis voor een reis sneeuwmeel. Dat je er iets met een vliegtuig overheen plakt of zo. Of bestemmingen. Allerlei wereldbollen in mooie kleuren. Oh, en dit is wat meer een echte kaart, zeg maar. Ook heel leuk voor een sneeuwmeel. Ook weer heel erg leuk voor in je travel journal. Hier ook weer een soort GPS bestemmingsvinkjes. En een oranje bladzijde met een patroon. Oh, dit vind ik wel een van de leukste, denk ik. Net als die lama's en alpaca's met bagage. Hier heb je gewoon allemaal kleine reissymbooltjes. En dit is gewoon een leuk patroon om als papier te gebruiken. Maar ik denk ook leuk om uit te knippen. Wel wat kleiner om uit te knippen, maar ja, wel heel leuk, denk ik. Hier heb je eigenlijk weer die symbooltjes, maar dan met tekstjes tussendoor. Oeh, deze vind ik ook leuk, ook qua kleuren. Het ziet een beetje retro aan met dat mintgroen en oranje en donkergroen. Allemaal vliegtuigjes. De achterkant is rood met een heel licht patroon daar weer in. Oeh, deze vind ik ook heel erg tof. Ja, ik zei het net al, ik vind die snow globes heel erg leuk. En hier heb je er dus eentje met allerlei bestemmingen. Ik zie eentje met Hawaii en Las Vegas. Londen herken ik, New York, Parijs. Oh, wat tof. Dan een soort stempels die je in je paspoort kunt krijgen. Een beetje dat idee, zeg maar. Ook leuk als patroon. En hier, oeh, deze is ook leuk. Dit zijn eigenlijk al die leuke patronen, maar dan bij elkaar op één bladzijde. Travel with me staat erbij. Dan hier een soort, het loopt een beetje rond als een wereldbol als je goed kijkt. Maar dan met allerlei verschillende gekleurde vierkantjes. En hier weer een soort weg met auto's, taxis, stoplichten, koffers, borden, pijltjes. Leuk voor een pagina dat je onderweg bent naar een volgende plek bijvoorbeeld. En dan hebben we hier weer het gele patroon en weer de koffers. Dus ik vermoed dat het vanaf nu is het weer herhaling. Oh, echt heel erg leuk. Hele leuke patronen. Die koffers vind ik ook heel tof. En ik vind de kleuren heel leuk. Komt ook heel goed overeen met het stickervel. Dat hoort er denk ik ook bij. Ja, dat weet ik wel zeker. Dat is dezelfde collectie. Dus dit kun je ook heel erg leuk met elkaar combineren. En ik denk dat je gewoon ook best wel ver kan komen met zoveel stickers en zoveel verschillende papiertjes. Heel tof. Ja, en dan was dat de inhoud van het pakket. Nogmaals, sorry als ik een beetje verkouden klink of klonk. Maar ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat er in het pakket zat. En op zondag 28 oktober kun je zien dat ik aan de slag ga met de Halloween stickers en ook met de Halloween washi, want dat laat ik je dan terugzien in de Sneeuwmeel Sunday aflevering. En de eerstvolgende Sneeuwmeel Sunday aflevering is dus op zondag 28 oktober. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Gezellig dat je er weer bij was. Ik ben ook benieuwd wat je van zo'n vlogstijl video vond zoals deze. Toch weer een beetje anders dan wanneer ik op mijn gele stoel klaar zit voor mijn boekenkast. Ik hoop dat je het leuk vond en ik zie je heel snel weer terug bij een volgende video. Doei!